Ik ben Marieke van Zuilichem. Ik ben fysiotherapeut en mede-eigenaar samen met mijn zus Carrie. Ik ben Carrie van Zuilichem. Werkzaam binnen onze praktijk als fysiotherapeut en manueel therapeut. En samen met mijn zus Marieke, mede-eigenaar van de praktijk van Zuilichem Zorg. In 1976 is onze vader de praktijk voor fysiotherapie begonnen in zijn eentje. En nu, 46 jaar later, hebben we deze mooie nieuwbouw mogen bouwen en is er een hele hoop gebeurd. We staan hier zeg maar in onze nieuwe praktijk in Oud-Gastel. Die hebben we energie-neutraal gebouwd. Naast fysiotherapie bieden we ook ergotherapie, huidtherapie. Is hier ook een oefentherapeut César werkzaam, podotherapie. Daarmee onderscheiden we ons om een totaalpakket te bieden voor de mensen. Wij proberen zo goed mogelijk de zorgvraag waar iemand mee komt te beantwoorden, afhankelijk van de persoon. En we zijn nu in onze hoofdlocatie in Oud-Gastel, maar wij zitten ook nog op andere plekken, verschillende dorpskernen, bewust ook in de kleinere dorpskernen, zodat de leefbaarheid daar ook blijft en dat de zorg ook zo dicht mogelijk bij de mensen aan huis komt. Ja, het meest trots ben ik op ons team. En dan bedoel ik zeg maar echt gewoon van de schoonmaak tot de therapeuten die aan het werk zijn, tot de revalidatiearts die hier zit. Van iedereen is bij ons gelijk. Samenwerken, dat is eigenlijk een hele belangrijke sleutel binnen onze praktijk. Want in je eentje weet je niks, maar met een heel team bij elkaar, ja, dan kunnen we een hoop mooie dingen bereiken. De reden voor de nominatie denk ik dat men heeft gezien hoe hard wij zeg maar met heel het team aan het werken zijn aan de gezondheidszorg hier in Oud-Gastel, maar ook zeg maar in de omgeving. Nou, het is een eer om genomineerd te worden en het is voor ons denk ik vooral een aanmoediging om verder te gaan met hetgene wat we nu opgebouwd hebben en dat verder uit te rollen naar de komende jaren, op naar de toekomst.